De leden van de Nederlandse Algemene Bond voor Postduivenhouders die hun dieren tot voor kort altijd per spoor lieten vervoeren, hebben nu een nieuwe wijze van transport. De eigenaars brengen de duiven naar de verzamelplaatsen waar ze worden ingeschreven en geringd volgens de oude beproefde methode. Maar dan komt het verschil. De duiven worden in een stalen mand geplaatst in plaats van zoals vroeger in een rieten. Die nieuwe manden vormen een onderdeel van de inventaris van een door de heer Lichthart uit Schagen ontworpen trailer met oplegger, waarvan er door de bond inmiddels 5 zijn aangeschaft. Op een speciaal chassis is een geraamte gebouwd waarin als laden in een doos de ijzeren manden geschoven kunnen worden. In één mand kunnen 35 duiven gemakkelijk worden geplaatst. De oplegger kan 204 manden bevatten, zodat er met één trailer ruim 7000 duiven kunnen worden vervoerd. Een aantal waar men tot nu toe 4 spoorwagons voor nodig had. In Oldenzaal namen onlangs de duiven afscheid van hun baas voor het transport per trailer naar Frankfurt, waar zij zouden worden losgelaten. Bij de grenspost Elten-Zevenaar voerden zich nog 3 trailers uit andere verzamelplaatsen bij die uit Oldenzaal. De douanecontrole kan in deze overzichtelijke wagens snel en doeltreffend geschieden. Ook het onderzoek op een eventuele besmetting met vogelpest, dat hier steeds door de veearts wordt gedaan, is er een stuk gemakkelijker op geworden. De bemanning van de wagens bestaat slechts uit een chauffeur en een begeleider, hetgeen op zichzelf ook weer een grote besparing is. De duivenwagens kosten ruim 30.000 gulden per stuk, maar dat bedrag hoopt men er in 5 jaar uit te halen. Van de 5 trailers zullen er voorlopig 2 in Oldenzaal worden gestationeerd, 1 in Meppel, 1 in Doetinchem en 1 in Zutphen. Volgens een bepaalde dienstregeling zullen de duiven van de verzamelplaatsen hier naartoe worden gebracht. In een van de bekende pleisterplaatsen langs de autobaan haalde de verzorger fris water voor de duiven. De rekken met manden liggen aan weerskanten van een middenpad, zodat de verzorger gemakkelijk bij de dieren kan komen. Langs de manden lopen voeder- en drinkgootjes. Toen de dieren waren verzorgd, kwamen de mensen aan de beurt. Na dit korte maar aangename oponthoud ging het weer verder naar de plaats van lossing op honderden kilometers afstand van de hokken thuis. Bij aankomst in Frankfurt konden de duiven rustig blijven waar ze waren. De manden boven niet te worden uitgeladen. Zodra de lichtgewicht plastic rolluiken omhoog zijn geschoven, kunnen de 204 manden gelijktijdig door 1 man worden geopend door enkele slagen aan een slinger. Ruim 35.000 duiven kozen het luchtruim. Ze waren in recordtijd naar de losplaats gebracht en het was nu aan hen om in recordtijd thuis te komen.